Dit is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam. Vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden. Een film of een museum. Een goede golf misschien. En kansen. Die ook. Er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. Just wanna make a difference.
that store, even if he's different. And I don't have to be a leader, I just want to lead a life that one of these days I can look back on and say I did it all right. For a change in our situation, yeah. So what are we waiting for? Woo, yeah. We'll make things better, but only together, yeah. You and me, yeah. Oh. You and me, come on, come on, you. Deze zondagmiddag bij de wedstrijd tussen de Den Helder Suns en Landsleek Lions. We beginnen met het voorstellen van de tegenstander Landsleek Lions. Nummer 1, Claire Heerman. Nummer 3, Emma de Wit. Nummer 6, Tanja Breuring. 7, Denise Bloemkolk. 8, Myrthe den Heete. 9, Lies van Straten. 10, Lindsay Pengel. 11, Charlotte van Kleef. En 12, Nadine Boussard. Coach Marloes Nieuwveen, geassisteerd door Corinne Manicotti. En dan nu... De Den Helder Suns, nummer 3, Max van Lingen. Nummer 5, Yannick van Veen. 7, Kiki Fleuren. 8, Amber Leeuwenkebessie. 10, Lotte Torenstra. 14, Zoe Slachter. 21, Courtney Treffers. 23, Lynn Tames. En 33, Janice Nediba Boonstra. Coach Mario Bennis, geassisteerd door Wanda Hesselink en Ditta van Kalsbeek. De scheidsrechters vandaag zijn de heren Zorgdragen, Draak en Abdullah.
goedendag op deze zondagmiddag 28 november bij de wedstrijd Suns Den Helder, Landsmeer. Ik ben Tom Bootsman, ik ga het verslag samen doen met Laura Kooi en we gaan er een leuke middag van maken. Nou jij, Son, ik heb er zin in. Ja, ik ook. 17 oktober was de laatste wedstrijd hier in Den Helder, dus het is even een tijdje geleden. Het heeft natuurlijk ook een beetje met het Nederlands team te maken, was ik 2 weken stilgelegen. Ja. En ook 3 uitwedstrijden en grasshoppers er natuurlijk uit, thuis. Ja, klopt. Maar goed, nu 3 wedstrijden thuis. Dus we verheugen ons erop. Absoluut, absoluut. Oké, de wedstrijd gaat beginnen. Sarah is natuurlijk voorlopig uitgeschakeld. Dus ja, het is toch weer een andere start in de vijf, zeg maar. 3 lange mensen, hè? Ja, klopt, ja. Jan is op de 3 natuurlijk. Dat scheelt natuurlijk wel. Zeker, Sarah ja. Sarah er niet bij. Toch weer een andere rotatie, een score die er niet is. Ja, zeker. Dat inderdaad, voor je rotaties is dat natuurlijk wel vervelend. Ja. 4 seconden nog. Courtney gaat. Ah, dat doet ze goed, hè? Als hij naar buitenkant speelt tegen Nadine in dit geval, die verdedigt wat traag op haar voeten is. Dat is ook wel moeilijk. Ja. Hoe gaan ze dat stoppen, Landsmeer? Ja. En dit is Landsmeer, hè? Dat is belangrijk. Ja. Dat hoorde net ook van hun coach, van Marloes Nieuwveen, die ook zei van we hebben niet specifiek getraind. Op Den Helder, we gaan uit van onze eigen kracht. We willen snel spelen, veel van buiten schieten. Nou ja. Ja, dat is al jaren eigenlijk een beetje een stijl natuurlijk, hè. En dan is het, valt het of valt het niet, daar staat het een beetje mee. Maar goed, ziet natuurlijk wel, shot van Kleef is natuurlijk wel een heel snel schot daar. Van ver ook, dat is wel iets wat ze in de gaten moeten houden. Mooi. Goed van Yannick, goede tip. Op kracht gaat ze omhoog. Ja. Ik denk dat daarvoor ook al een fout was, maar goed. Als je ook zo kijkt met de inside, met Courtney, Janice en Zoe, dan heb je natuurlijk wel een enorm overwicht. Dus als Den Helder het slim doet, gaan ze daar in ieder geval beginnen en nu kijken wat ze daar kunnen halen. Nou, 3-3 gelijk. Blauw spelen ze. Ja. Dat betekent dat ze hem in de sideline houden. Ja. Rebound en gaan. Ik kon het niet helemaal zien, maar het leek me wat druk om het daar op te gaan zoeken nu. Ja. Even rust nu zou ik zeggen. Goed met de linkerhand gemaakt. Goed met de rechterhand op links. Ja. Mooi gedaan. Mooi, zeker. En ook dat is niet onveranderd gebleven. Hè? Veel gaat en begint en eindigt bij Tanja. Ja. En ook nu zie je dat zij nog steeds die leiderschapsrol op zich neemt. Ja, ja. Zeker. Jij nog met haar gespeeld of niet? Of tegen haar gespeeld? Ja, tegen haar gespeeld zeker ook. Maar ook met haar, met het Nederlands team. Ja, een aantal jaar.
Ja, fijn om zo iemand in je team te hebben. Dus iemand die er altijd 200% tegenaan gaat. Ja, zeker. Ook, dat vind ik ook heel knap hoor. Dat zij nu op deze leeftijd nog steeds zo gemotiveerd is om... om het te doen. Om het te doen, om zichzelf voor te laten en te geven. Ja. Daar is ze wel uniek in, vind ik. Dat geldt trouwens voor Nadine natuurlijk ook, hè? Ja, dat is zo. Tanja is iets jonger dan ik ben, maar Nadine is mijn leeftijd. Dus die doet ook al jaren op het hoogste niveau mee. Hans Meer probeert in ieder geval veel druk te zetten. Ja, dit is goed, hè? Geswitcht. Jammer. Goed aangevallen. En de rebound. Goeie rebound, ja. Lowball, ja, dat denk ik ook wel. Snap ik niet helemaal, maar... als je een iets betere passing hebt, heb en Kort een schot en dan heeft Yannick eigenlijk gelijk een schot. Nou, nu rennen. Ja, oh, Kort. Mooi. Goed uitgesteld. Als je erin gaat. Ja, jammer. Aardig tikkie van Tanja trouwens. Zeker, ja. Maar wel goed rondgepast. Komt wel helemaal open. Dat kan ze ook wel een beetje. Ja. Ja. Dat is een aanvallende fout. Terwijl je eerder zou zeggen, met die vorige aanval. Weet je, Zoe werd door Tanja verdedigd. En zoek het inside toch? Maar ja. Goed, op deze manier wel goed uitgespeeld. Door. Ja, het gebeurt natuurlijk wel, hè? Ze switchen hem. Er wordt nog veel, er wordt veel toegelaten, heb ik het idee, onder de basket nu. Aan beide kanten, maar ja. Ik denk dat daarvoor al een fout is. Ja. Maar ja, die van Kors is natuurlijk ook een ontegenzeggelijke fout, daar niet van, maar er wordt wel veel toegelaten dit moment, ja. Ik vind Mario ook zo te zien. Andere aanval van Lions. Pick and roll in de sidelane. Goed van Kort. Goed weggedraaid. Goed afgemaakt. Ja. Ze gelijk opgaand partijtje, 7-5. Ja, een beetje controle zou wel lekker zijn. Ja. Zeker als iedereen terug is, dan... Kan ze allebei de kant op fluiten, ja. Laat ik het zo zeggen. Ze had wel positie, denk ik. Ze laat zich goed vallen. Ja. Daar fluit hij op natuurlijk. Ja. Ik kan nooit zien of ze stil staat. Eerste wissels, hè. Nadine gaat eruit. De nummer 9, Lies van Straten, komt erin. Zoe, goede handen. Goeie stil. Zo slordig, hè, die transitie ook. Zou toch meer uit te halen moeten zijn. Ja, en als het niet loopt, even terughalen en gewoon. Ja.
ook bij Lions zie je wel veel nu, hè? Veel vanuit die sideline pick and roll willen ze spelen. Ja. Diverse aanvallen zie je dat. Goed van Courtney. Goeie paas. Goed gesneden van Janice. Goed ingelopen. Mooi, ja. Het is natuurlijk uniek dat je Courtney en Janice hier hebt spelen inside. En nu dat ze aan de buitenkant speelt, maar op deze manier ja. Kunnen elkaar ook goed vinden altijd. Mis. De bal van Lansmeer. Ja. Wissels. Max komt erin. Zo, je zou betekenen dat Janice naar binnen gaat en dat Max aan de buitenkant gaat spelen. Ja, dat zal nu gebeuren. En Max gaat op de voorwoord. En Denise Bloemkolk is eruit bij Lansmeer. Ja. Daar is Lindsay Pengel voor in de plaats gekomen. En gaan gelijk kijken. Begin met een turnover. Dat zijn natuurlijk niet, dat is niet de start die je wil hebben. Maar lekker dat je niet kan pakken. En een makkelijk layupje kan scoren. We weer zie je pick and roll. Switchen het nu. Vijf seconden nog. Moeilijk schot. Ja. Moeilijk schot. Meer kan je niet doen eigenlijk. Nee. Ja, de dribbel afdwingen, maar goed. Lekker uit. Drie punten. Goed schot. Gespeeld, ja. Dat spelen ze ook bewust voor haar. Ja. Ze geven toch wel te veel af van de rebounds weg, hè? De tweede keer achter elkaar al. De horns. Is te makkelijk. Dat is te makkelijk. Ja, jammer. Ah, jij bent natuurlijk nu wel met twee, die nummer 9 en nummer 11 die elke keer in de pick and roll komen. Dan natuurlijk ook schutters. Dus als jij blauw ook speelt, moet zo meteen ook wel die wiekzijd goed meedoen voor de help. Goed van Kiki. En een time-out van Lansmeer. 14-10 staat het. Nog 3 minuten te gaan. Wat ik net zei is dat als je dus die screens nu hebt, die pick and rolls met hè, nummer 9 en nummer 11, wat gewoon schutters zijn, betekent natuurlijk wel dat vanuit die weak side ze goed mee moeten doen. Want die hebben natuurlijk de neiging om te gaan rollen, maar om eruit te gaan stappen. Daar moeten ze wel alert op blijven. Ja, nou, dat klopt helemaal. Wissel bij goed van Max, goede handen. En nummer 1 is er ingekomen. Claire Heerman, zij is van Mitten en Heet in het veld gekomen. Ik weet niet van wie ze in het veld. Voor nummer 8, Mitten en Heet. Een mooie move van Court inside. Moet ze vaker doen. Ja. Mag ze vaker doen, zo moet ik het zeggen. Hij herstelt dit, want dat klopt wel. Maar, Suns raakt de bal aan. Ja. Kiki gaat eruit, Amber komt erin. Ah, ze moeten wel scherp blijven in de communicatie, die pick and rolls. Want eigenlijk zie je al heel snel dat er zo'n miscommunicatie is. Goed van Janice. Dit is dus lastig, hè? Want dan gaat Janice dus helpen. En geen rebound. Dan moet die helpside goed meedoen. Buiten. Dat wou ik zeggen, ze staan gewoon buiten het veld. Op het lijntje. Aankomen. Paul Den Helden Suns.
goed van Janice. Gelijk positie ook gepakt. Ja, die roept ook op gewoon, hè? Dat is jammer, die zou er wel in moeten. Ja, dat is wel jammer. Dat zegt Janice wel... ook, hè? Het is, het is dan te statisch, hè? Ze moeten blijven bewegen. Dat is goed van Yannick. Goed verdedigd. Ja, het was ook een goede rotatie uit de weekside. Dat was niet nodig, maar ze wisten wel waar ze moesten kijken. Fout nummer 10. Dat is de vierde teamfout van Lansmeer. Wordt ook gelijk gewisseld door Meloes. Ja, natuurlijk niet echt de meest fijne invalbeurt, Lindsay. Hè? Met twee turnovers. Zes, nog een lange wedstrijd. Dus, goed voor Yannick. Ja. En tweemaal. Het is goed dat naar de bal toe komen, dan gelijk weer aan de andere kant weer een man verslaan. En naar de basket heen in plaats van. Daar is zij heel sterk in. Nou, nog de vrije worpen erin. Mirten, want je ziet dat Yannick er onderlangs gaat en boem, ze stopt en drukt af. Ja. Geen makkelijk schot hoor, wat ze neemt. Nou, kort ook. Goed uitgespeeld. Ja. Jammer. Goede rebound van Max. Blijf bewegen. Zij heeft zo'n snelle release. Hij catcht en bam, die bal is eigenlijk al weg. Ja, en een mooie techniek. Een hele mooie techniek, zeker. En het is maar één punt, hè? Ja, 17-16. Gaatje van 6. Gaatje voor 7, dat is nou toch weer... Twee vrije worpen. Fout nummer 8. Meter beneden. Tweede persoon gevouwen. Courtney gaat eruit. Nummer 8 ook, hè, van Lansmeer nu. Twee fouten. Ja. Dat is de enigste. De rest heb Het komt de helder niet heel slecht uit, denk ik. Dat hij even gaat zitten. Heb jij de helden nog zien pressen dit jaar, toch? Of niet? Nee. Of niet? Goed, van Amber. Dat zijn er tot 3 achter elkaar. Ik wou dat zeggen. En weer gaat Yannick onderlangs. En weer drukken ze direct af. Ja. Nou, 1 aanval. 1 aanval. 7 seconden. 4. En die zit mooi. Nou, 22-19, ja zeker. De puntenverdeling. Lansmeer komt dan toch weer aardig terug. Zeker. En als dit blijft vallen, dan wordt het nog wel even lastig. Maar hoe lang houdt ze het vol, hè? Inderdaad, ja. Maar dat maakt ze wel gevaarlijk, hè? Ze schieten zo makkelijk die 3 punten. Dus binnen no time kunnen ze ook weer een gaatje dichten. Ja. Thank you.
Mianica uitgehaald voor Kiki. Ja, dit is goed. Dit is goed gespeeld. Je hebt een enorme mismatch, ja, wat je direct moet uitspelen. Ja. Op deze manier niet stoppen in ieder geval. Ja. Ja, dit is dus, doen ze goed. Rebound. Acht seconden. Ja, stop. Opvallend wel, wat we zagen nu in van de statistieken, was dat Landsmeer al 7 turnovers had. Ja. In eerste kwart. Ook een heel hoog percentage 3-punten schoot. Zijn wel, en de punten uit turnovers van Den Helder waren de 6. Dat is toch een mooi... jammer. Ja, dat klopt. Ja. Maar deze leepjes zijn ook al een paar gemist. Dat is, Goed van Kiki. Ja, het zijn wel fouten. Ja. Ze spelen lekker agressief, hè, en een hoge intensiteit. Dus... Wissel Janice eruit. En Colton Jeffers komt ook terug voor Janice. Net nu bij Paulsen. Nog een wissel. En dan kunnen we weer door. Nadine erin voor Charlotte van Kleef. Nadine Boeza komt het veld in voor Charlotte van Kleef. Goed van Kiki. Mooi. Goede bewegingen. Ja. Leuke speelster. Ja. Goede balhandeling, creatief. Creëert wel eens wat, hè? Ja. Ja, 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 ja. Nou, Tanja is wat soberder, maar net zo effectief. Dus dat. Toch wel veel toe. Goed voor Amber. Stil. Oh, jammer. Jammer, hè? Mooi stil, dan geef je hem eigenlijk weer weg. Zonde. Zeven seconden nog. Nou, ze switchen hem. Ja, dit wordt een wanhoop schot natuurlijk. Dus ze moet wel. Ja. Er is veel contact hoor, nu zo. Goed voor Yannick. Ja, missen een paar makkelijke makkelijke. Ja, open schoten. Ja. Ja, dat is een aanvallende fout, dat denk ik ook wel. Is te veel de elleboog gebruikt, zo te zien. Mitten en Heter komt weer terug. Mitten en Heter komt weer terug. Heeft 2 fouten, dus Den Helder slim is, gaan ze haar wat opzoeken. Amber, goed hersteld. Geen help. Ja, dat spelen ze wel uit, hè? Zeker, ja. Helemaal vanuit die top. Bas.
Een beetje te statisch nu. Ja, bij, beetje rommelig. Ja. Gaat nu even te snel op en neer voor Den Helder. Ik denk dat Mario nu een time-out ook opneemt. Ja, vierde teamfout van Landsmeer. Eerste. Turnovers. Gemiste schoten. Ja, daar gaat het om natuurlijk. Ja. En een aanval, gewoon even langer doorlopen. Allemaal even te vlug. Ja, wat jij eerder ook al zei, dat het nog wel vrij statisch af en toe ook is. Dat één om de bal heeft, dat de rest dan blijft kijken. Ja. Dat er meer beweging moet zijn. Goed, het is wel een typische Den Helder Landsmeerwedstrijd, hè? Veel strijd, hoge intensiteit. Ja. Niet altijd even goed, maar wel altijd... Beide teams proberen wel te knokken en dat soort dingen. Dat is wel leuk. Ja. De bal voor Landsmeer. Het zijn toch vier leupjes zo'n beetje, ja, denk ik. Het zijn niet de makkelijkste leupjes. Zeker maar. Niet. Scherpe Landsmeer. Goeie beweging. Ja, ruimte ook. Ja. Om die beweging te maken, dus. Dat was een 2. Rinsie van Mol, 2. 2 punten, ja. Dat is te vlug geschoten. Maar ja. Ja, maar dat is wel wat Marus ook vooraf wel zei, hoe ze graag willen spelen. Snel, 3 punters. Ja. En dit is 2 maal voor Yannick. Ja. Tweemaal voor Yannick. Nou. Niet dat Yannick zonder al twee te hebben gemist. Dat klopt. Ik denk dat het al 11 punten. En weer die pick and roll aan de zijkant. Van Janice, goede tip. Ja, dat denk ik ook wel. Dan kunnen ze moeilijk afstoppen inside als Courtney zo 1 tegen 1 gaat.
goed opgelost. Nou gaat er wel wat mis. Ik ben ook benieuwd of ze nog iets gaan doen met Janice die nu door Tanja verdedigd wordt. De drie. Ja, kijk. Daar komt hij. Nou ja, dat is je antwoord. Ja. En een fout. Ja. Maar dat is je antwoord natuurlijk, ja. Dat weet hij ook wel. Hij net pakte Koort gelijk haar een goede positie. Dus het was terecht dat ze inside gingen, maar... We gaan er wel naar gaan kijken. Ja. En Lansmeer in het time-out. Ja. Toch weer een gaatje van 6. Ja. Dus dat is toch wel weer even lekker. Zeker. Nou, nu is het zaak om het even naar 10 uit te bouwen. Stel even voor de rust. Of liever nog meer. De bonus, die gaat er ook in. Ja. Kijk, nu moet Kiki eigenlijk iets meer meedoen, hè, vanuit de weekside. Ja. En Nico had het net aan belopen nu, maar... Ten meer omdat je het ook weet, hè, eigenlijk, wat ze doen. Voor wie is die? Hij is voor een helder. Ik denk dat de kant terecht is hoor. Dat hij. Dat Koort hem het laatste aanraakte. Pick and roll weer, goed van Koort, goede help, goed geroteerd ook van Janice. Oh, je weer. Zonde, hè? Ja, zonde. Ze was al bezig met de loop. Ja, of met de paas naar Zoe. Ja. Weer geen boxing out, hè? Nee. Ja, Lansmeer begint nu wel veel meer te missen. Ja. Het is wel een beetje ongeorganiseerd soms ook. Ja. Dit ook. Hè? Van, het is een beetje run and gun zonder gedachten erachter, lijkt het wel. Dat is de eerste fout in de tweede kwart voor Suns. Eerste fout gefloten bedoel je? Eerste fout gefloten, ja, ja. Van de Suns. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Koort niet eruit, Max er weer in. Goed gelezen van Tanja. Ja. Want ze ziet dat Kiki net er even te ver onderdoor komt. En ze gaat terug. Nou, dan kan je dat niet belopen. Goed van Kiki afmaken nu. Keurig. Kan je ook wel een fout voor fluiten. Ja, deelt ik ook. 2 minuten.
goede rotaties. Goede rebound ook. Goede tip van Zoe. Even rust in de tent. Ook een fout. Dus twee maal van Yannick weer. Fout nummer 12. Ja. Nadine Boezer. Twee maal. Yannick van Veen. Wissels. Kijk. Nadine Boezer eruit. Ries van Straten erin. Nu drie volgens mij mis. Klopt, ja. Maar de eerste keer elke keer de eerste mis en nu de tweede mis. Dat is dan lastig als je dus niet aan je blauwe speelt, dus in de sidelijn te houden. Dan heb je gewoon je... Dan kom je in het probleem. Niet. Maar ja, dat klopt. Doorpasen, goede paas. Nou, en er is in. Dat is jammer. Oh, jammer. Goed geschoten. Goeie rebound. Ja, zeker. Jennis, terug. 1 tegen 1. Goed van Kiki. En een fout. Het zijn wel goede schoten, hè? Goede extra paas naar Max, die gewoon een goed schot pakt. Ja, dat zijn gewoon de goede schoten. Zeker, ja. Fout. Die Yannick nu ook in haar paas die van beweegt. Als je weer ruimte krijgt, maar Tanja wat gaat helpen. Ja. Goede tip van Jennis. Nou, zo zie je toch ook iets oplevert aan het eind van de rit. En de grootste voorsprong nu. Ja. 40-32. Nou, nu nog een stop. Meiden. Geluk bij een ongeluk dit. Nou, laatste aanval Lions. We hebben bijna nog een seconde of 3-4. Ja, daarna, zit maar wat verschil in. Goed dat ze sneller schieten dan dat. Nou, dat gebeurt ook wel. Man. Goeie fout hoor. Je hebt een 3 om weg te geven. Dus dat klopt ook. Prima. En met 0,4 seconden is er nog weinig wat Lions kan doen. Ja. Ja, een dribbel. Die telt niet, die was echt wel Duits in de tijd. Ja. Het is toch wel moeilijk heel ook, hè? Opportunistisch om nog te denken dat je een dribbel kan maken. Maar goed, dat kan er helder voor zijn. Score. Ja. Nou, het blijft wel een wedstrijd in ieder geval. Zeker, ja. Het is niet goed, het is wel veel fanatisme, maar... Ja, typisch Den Helder-Landsmeer wedstrijd. Ja. Veel zorgigheden wel, vind ik, aan de kant van Den Helder. Zeker. Maar goed, de voorsprong is er. Dus, daarom, dat is mooi. Het kan nog leuk worden in de tweede helft. Naar de fouten vanaf hier ook wel. Zie je dat de Landsmeer best wel wat meiden behoorlijk veel fouten hebben natuurlijk. Ja, met 2-3 fouten hebben. Dus dat is ook wel iets wat misschien in de tweede helft nog... Gaat meespelen natuurlijk. Ja, dus, zeker ja.
is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam, vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden, een film of een museum, een goede golf misschien. En kansen, die ook, er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. All right.
Dit is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam, vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden, een film of een museum. Een goede golf misschien. En kansen. Die ook. Er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. Changing our situation, yeah.
So what are we waiting for? Woo. We'll make things better, but only together, yeah. You and me, together. Oh. You and me, come on, come on. You did all right. Nou, tweede helft weer begonnen. Laura, was er nog wat opgevallen in de statistieken? Ja, dat in ieder geval Lansmeer beter met de bal mis gegaan in tweede kwart. Nu maar 8 turnovers. Ja. Wat verder wel opvalt was dat het driepuntspercentage van Lansmeer wel ergens teruggevallen in het tweede kwart. Ja, die misten er wel een paar natuurlijk. Ja. En Den Helder ook 9 turnovers, wel iets aan de hoge kant. Nou, verder geen grote bijzonderheden. Ik hoop wat meer rust op in het spel van Den Helder. Ja, dat is wel een beetje nodig. Wat minder slordig, wat nauwkeuriger geworden met de bal ook. Ja. Geduld ook, nou, dus het ziet er al wat beter uit. Knap schotje. Ja. Ze moeten meer een eigen tempo gaan vinden. En dan meegaan we het tempo van Lansmeer. Je wilt toch wel vrij snel spelen met snelle schoten. Ja, dat klopt. En nu omschakelen. Want daar profiteren ze goed van in het eerste kwart en minder in het tweede kwart. En het verschil is gelijk 13. Ja, en gelijk een time-out ook. Dus vlucht inderdaad meteen in een time-out.
kijkt ook niet heel blij. Want zorgelijk ook. Maar dit is goed, hè? Wat je net ook zag, Wes. Vanuit die verdedigende rebound toch even kijken of er wat te halen valt. Krijg je een goed schot, dat is mooi. Ja. En kijk, zoals in het eerste kwart ook, of je wat meer punten uit die turnovers ook kunt krijgen. Ja, 13 punten is nog niet... Nog niet zo'n groot gat geweest als... Nee, dit is een redelijk groot gat natuurlijk. Ja. Vlucht ook terecht in een time-out. Ja, even de noodrem. Run stoppen natuurlijk. Ja. Even het ritme en momentum breken en dan hopen dat zij het dan nu weer kunnen oppakken. Zien van Tan. Mooi assist. Ja, een hele mooie assist. Goed van kort en omhoog gelijk. Als kort iets beter de positie houdt, heeft ze eigenlijk al een lay-up. Geen communicatie, denk ik. Sorry? Geen communicatie. Nee, denk ik ook niet, nee. Maar zij beweegt wel veel. Dat is wel lastig om te verdedigen vaak, hè? Als die aanvaller zo beweegt. Ja, goed gespeeld. Goed backscreen van Yannick. Ja. Nou, verdedigen nog stoppen. Daar vraagt Mario ook op. En weer slechte communicatie. Yannick en Courtney. Er zijn er 7 achter elkaar, denk ik, nu van haar. Zeg je? Er zijn er nu 7 van haar achter elkaar, denk ik. En het gaat weer 10. Ja, goed gespeeld. Ah, jammer. Kom aan, zo, die moet erin. Huh? Ja, die moet er wel in eigenlijk. Wissel aan de kant van Lansmeer. Lindsay Perrel komt erin voor Denise Bloemkool, nummer 7. Ja, Tanja wilde wel een fout krijgen, maar... Ja. Nou, ga door. Mooi van kort. Was klaar geweest, dat ze een schot kunnen pakken uit die assist, ja. Die paas van Koort. Afgemaakt, ja. Ja. Lekker frivol, hou ik ervan. Ja, zonde, als dat Zoe en Dan wat beter communiceren, kunnen ze dat denk ik gewoon switchen. Ja. En dan maak je jezelf iets makkelijker. Dus ook weer niet. Kijk, dit is nu weer even te snel. Ja. Niet echt een pasen, hoe komt de pasen? Van Janice. Ja. Hup.
Dubbel screen voor Janice. Yannick komt er omheen. Doe dan. Ze verwachten dat Koert niet vrij kwam, maar... Ja. Waarom twijfel je dan, hè, zou je denken? Ja. En dan krijg je zo'n noodschot, jammer. Ja, die maar goed, dat doet wel Yannick de mentaliteit ook vaak, hè. Eerst kijkt vaak wel eerst naar... Naar een de paas. Mm-hmm. Spelen Horns. Nu wordt hij geswitcht, de eerste screen. Goed van Yannick, goed aangevallen. Goed afgemaakt weer. Ja, en dan zie je gelijk waar Tanja zegt, heb met die bal hier en die wil gelijk weer rennen. Ja. Niet klaagt, toch? Nee, dat denk ik ook niet. Denk ook niet. Nee, we sowieso niet heel erg mogen klagen, als we naar het bord kijken. En met de foute verhouding, dus... 15 om 5. Ja. Wissel, nummer 1. Claire Heerman komt erin voor Mette Hete. Goeie out of bounds. Goed van Janice, goede handen. En een drietje. En 19 punten. Ja. Goed aangevallen. Krijgt de fout, Tanja? Weet ik niet. Denk het weet wel. Weet je waar hij voor fluit? Hij fluit voor een fout. Hij fluit voor een fout. Ja, Tanja. Ja, wel. Ja. Erin voor ja, Yannick vier. Inmiddels. Zoe eruit. Oh, sorry, Zoe inderdaad eruit. Nou, drie voor geven ze voor Kiki. Ja. Kijk maar, dan komt ze. Maar... Goed verleden van Tanja, hoor. Tanja wist wel wat er ging gebeuren. Ja. Maar toch het schot eraf. Stil. En gaan. En een fout. Ja. Dat is alweer de derde teamfout van Lions in dit kwart. En de derde fout. En weer een timeout voor Manus. Ja. Ja, die moet iets gaan bedenken nu om het tij nog te willen gaan keren. 20 punten. Best wel foutenlast wat ze ook al heeft. Nou ja, foutenlast. Groot woord, maar... De bank is gewoon niet zo groot, hè? Weinig wissel. Ja. Dat is een beetje het vervelende voor Lions. Ja. Nou speelt Mario ook niet met echt veel mensen, maar... Maar de helft is natuurlijk wel breder wat dat betreft, ja. Ja. Maar goed, hij het hoeft niet, want... Het viel me trouwens wel op dat in Sportlink, als je naar die teampagina gaat van Lansmeer... dat Lois Battenfield erbij staat. Dus maar wellicht dat nog een... Iets kan voor de tweede helft, dat zou kunnen. Ze heeft nog geen wedstrijd meegedaan, toch? Nee, het is overal nul stond erachter. Ja.
Maar goed, dat kan natuurlijk wel een impuls geven aan Landsmeer. Ik denk maar dat ze niet zomaar... Erin staat. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk zo. Go. Zo. Mooie baseballpas. Landsmeer wist even niet. Oh, dan maak hem af. Ja. Dat is even niet door bij Landsmeer. Ja. Het is een mooie baseballpas van Kiki ook zo strak. Streep. Vijf seconden nog. Nou, ze moet wel. Ze heeft al een paar jaar gedaan hebben dit. Zo. Even een kleine versnelling en... Ja, die moet erin. Jammer. En een fout van nummer 1, denk ik. Ja. Dat denk ik wel. Een duw in de rug bij Amber. Dat is het vierde teamfout. Ja. Haar derde al. Zes seconden op de schotklok. Genoeg tijd voor een goede out-of-bounds. Ja. Dit is goed hoor. Ja. Weet dat ze op eruit stappen, meteen richting de ring gaan. Ja. Het is moeilijk verdedigen dan. Ja. Ik ben benieuwd. Hoeveel rebounds zal Janice al hebben, maar die had er al 10 met... Met de rust. Met de rust, dus... Goed uitgepaast. Ja. En een mooie score. Goed bewogen ook, en omdat je niet naar omhoog loopt, creëert ze een paaslijn. Ja. Een goede mooie paas van strak van Kort. Oh. Jammer. Ook een mooi schotje. Ik had alleen een vier gemaakt, maar. Ja. Ja. Nou, terug. Goed van Amber. Rent ook mee. Laatste minuut van het kwart. En ik kom vrij. Ja. 4 seconden nog. Ja. Low ball? Oh ja, dat denk ik ook wel. Lotte Toorn staat voor de eerste een keer erin. Kort. Nou ja, eruit voor Mutter den Heten. En Charlotte van Kleef gaat eruit. En daar is Nadine Bouzard voor in veld gekomen. Nog één goede aanval. Ja.
lekker gebruik maken van de schotklok. Ja. Ja. Kunnen we dit niet gebruiken? Nou goed, dan is nog één aanval van Landmeer. Ja. Zo simpel is het, hè? Nou, je mag nog eventueel een fout weggeven natuurlijk. Ja. Tien seconden. Nou, die maken ze. Die maken ze ook, ja. Nu pas de vierde teamfout. En nog 6 seconden over. Niet, hè? Goed aangevallen, slecht verdedigd. Ja. Yep. Of niet verdedigd, kan ook. Ja. Maar goed, al met al. Het is toch een aardige voorsprong weer. Precies, ja. Mario zal er wel op gebrand zijn, want de vorige 3 wedstrijden kwamen ze nog terug van een grote afstand. Vorige week ook natuurlijk. 20 punten voor, dan komen ze toch nog dichtbij. Ja, dat zal hij niet weer willen hebben, zeg maar. Nee, dus zeker niet. Toch wel, Hens krijgt veel fouten tegen, maar het zijn ook wel eigenlijk fouten. Jawel. Jawel. Nou, ja. Fout nummer 33, Dennis Boonstra. Tweede persoonlijke fout. Iets te veel kracht gebruikt, denk ik. Het zijn er weer 14, hè? Ja. Het staat nog niet, zie je dat? Nee, klopt. Een beetje... Ja, dan doet Yannick het zelf wel. Net de bal van Yannick. Zullen we er nog een paar maken nu? Ja. Nu topscorer ook in de wedstrijd.
wel een fout. Ja, dat is ook een fout, ja. Janis er even uit voor kort. En bij Lansmeer komen drie nieuwe gezichten het veld op. Dan jij in ieder geval weer terug. Ja. Nummer 11 ook. Charlotte van Kleef. Nou, we massen, want we dat moeten wel die rebounds gaan pakken. Ja, doen geen boxing aan. Terwijl eigenlijk tot nu toe natuurlijk wel een flinke rebound overwicht. Zo, hè, 39 om 22. Ook een groot verschil in de tweede kansen. Punten. Ook met name door die aanvallende rebounds die we natuurlijk hebben gepakt. Kijk eens. Goed van Amber. Ik wist even niet dat er iemand aankwam. Kijk, nou doet Amber goed, de boxing uit. Zie je dat? Goede rebound. Ja, goede boxstelt inderdaad. Ja. Ja. Ik zal even wat geduld hebben nu en wat... Goed rondgepaast. Mooi. Goede extra paas ook. Dat is jammer. Verdienen meer. Dat denk ik ook wel, 3 seconden. Die staat er al een tijd op. Amber 4 fouten nu, hè. Dus Max komt voor haar nu in het veld. Baseline out of bounds. Mooi bal. Dat hij nog linkerhand. Niet mag komen, hè. Zo. Ja, ja dat uiteraard wel. Maar het is zeker een mooie bal. Arabaans, goed gespeeld. Vijf seconden. En weer, hè? Weer hetzelfde, ja. Weer hetzelfde. Elke keer, hè? Maar weinig ploegen die het weten. Die is voor Lotte, denk ik, ja. Lot hard gewerkt in de rebound, maar... Wel de vierde teamfout. Ja. Tweede van Lotte. Ah, Kiki let niet op. En nou een fout. Ja, een fout van Max, zeker. Wie krijgt hem? Max. Max krijgt hem. Max die maakt een slaande beweging. Ja. Al vroeg in de penalty zo. Ja. Dus
de 14 punten. Ja. Oh ja, kort. Goeie rebound. Van de kippenhok, hè? In één keer. Hè? Blijf gewoon basketballen. Mooi. Goed gepaard. Goed gespeeld. Ah, jammer. Goed gesneden van Yannick. Ja, heel goed gesneden. Oh, Courtney, kijk uit. Koert blijft liggen. Je liep tegen Nadine op, volgens mij. Even kijken, want... Ik heb niet gezien wat er is gebeurd, maar er was iets met Nadine. Of ze liep er tegenaan, of... Nou, het is wel aangekomen in ieder geval. Oh, daar gaat ze staat alweer. Ja. Ze staat alweer. Zoe komt erin. Ja, moet verplicht wisselen. Coach op het veld. Dan, ja, precies. Kort denkt van, wat is dit? Maar Lotte er ook uit. Daar komt Janice voor terug. Ja. En bij Lansmeer gaat Nadine eraf. Was de bal verlies? Yannick die verloor hem toen ze omhoog ging. Bij Lansmeer is nummer 9 terug. Lies van Straten. Ja. Goeie rebound. Van Jenna's, goede rebound inderdaad. Van laten zien dat je er bent. Ja. Tien seconden nog. Wat geeft hij nou? Hij geeft nu een aanval aan Yannick. Nou ja, het is nu wel even s'avonds wat onrustig en een beetje wat gemopper ook. Ja. Dat ze nu even die kopjes erbij houden. Het is nog geen gespeelde wedstrijd, dit. Nee, dat klopt. Goed van Kiki. Goed van Kik, nou moet ze hem alleen even pakken. Maar het was in ieder geval boxing out. Precies, ja. Nou. Nou, even scoren. De rust, ja precies. Even een goede aanval. Ja. Dat is de derde. Nee, de vierde. Maar vierde al nu, ja. Van midden. Vierde teamveld nu ook voor Lansmeer. Nee, de derde. Kijk uit, geen fouten. Nee, precies. En ik moet eventjes... Wil je cool blijven? Niet te veel, Willem. Tweemaal voor Kiki. Nodig even. Zeker. Dit is van Zoe. 10 seconden nog. Gebruik zijn lijf wel goed, hè? Kijk, ik kan niet veel meer doen. Nee. Goed van Max. Goeie back door. Ja. Die Yannick opgeveld, mooi gespeeld. Mooi. Ja, goed gespeeld.
Goed bewogen. Ja. Max begint al, die snijdt goed in. Makkelijk, hè? Zo ja. Voor je komen. 12 punten in de en 12 punten verschil. Ja. Blijft de kleine dingen goed doen, hè? En een 3. Goed gespeeld. Mooi. Oh, ja, ja. Ik snap het wel, hoor. Ik snap het wel. Even kijken. Kort weer terug. Start in de vijver weer in. Max gaat weer zitten. Pak hem. Dan is hij voor Hij is natuurlijk wel aangeraakt door de helderen, ja. Maar aan de andere kant, ik denk dat ze hem buiten het veld oppakken. Zij je? Kippenhok, ja, weer. Beetje vijandigheid ook onder de weer, over en weer. Een beetje wat kribbig. Ik denk dat... Was het Charlotte, denk ik, hem buiten het veld pakte. Ja. Dat klopt er wel. En dat is natuurlijk wel voor de helden. Ja, heel goed. Grote smile op de gezicht. Ja. We doen heel cool, maar stiekem. Hè? Ja. Van Janice, jammer. Die zag daar al dat daar de mismatch zat. Die dacht. Twee minuutjes nog. En een wissel. Niek eruit. Ja, Amber erin. En 15 puntjes. Ja. Dit moet Amber toch weten, via handen laten zien. Het is handig hoor, hè? Ja. Ja, die kan wel wat met de bal. Lot nog eventjes voor Zoe. Anderhalve minuut. Goed van Kiki. Mooi, goed gewerkt, ja. Ja. Schiet ook makkelijk hoor. Kort draaien om en weer. Ja, precies.
van Lot, goed meegerend. Goede afvleugende rebound. Dat leek me ook een aanvallende fout van Kort. Licht gefrustreerd op dit moment. Hij heeft er gewoon een deal, dat kan natuurlijk niet. Het is wel jammer dat het zo'n beetje als een nachtkaars zo'n beetje uitgaat. Hè? Dat er weinig, dat ze het niet kunnen. Toch niet 40 minuten nog helemaal. De laatste aanval. Maar goed, het is nog vroeg in het seizoen, dus wat dat betreft hebben ze nog genoeg tijd om daar naartoe te werken. Maar gaat nog te veel met ups en downs. Ja. Ja hoor, zeker. Helemaal denk ik in deze fase. Ja. Het is wel hard gewerkt. Ja. Zeker weten. Tot volgende week.
Dit is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam. Vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden, een film of een museum, een goede golf misschien. En kansen, die ook, er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. All
right.